Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video. Dit keer simpelweg over de Arthur LaserMaster 2 15 watt versie. In mijn zoektocht naar nieuwe thema's voor de video's voor mijn kanaal, het zij over Lightburn, het zij over de Arthur LaserMaster Engraver, ben ik steeds weer op zoek naar nieuwe dingen die ik kan laten zien. Want het is wel zo, en dat merk je denk ik ook wel in de hoeveelheid video's die ik uitbreng, dat op enig moment heb je het meeste wel behandeld. En dat is natuurlijk niet erg, want uiteindelijk gaat het erom dat u er ook iets van leert en dat u misschien ideeën heeft opgedaan om mee te gaan werken. In die zoektocht kwam ik tegen iets waar ik de vingers tot nu toe redelijk lang van af heb gehouden. Dat is het laseren, het snijden van papier. Je hebt natuurlijk ook nog de mogelijkheid van karton. Daar komen we later nog wel een keer op terug. Maar papier. En ik zie daarbij zelfs video's met normaal printerpapier. Vind ik nog wat tricky. Waarom vind ik dat tricky? Laat dat duidelijk zijn. Papier is natuurlijk veel ontvlambaarder dan elk ander materiaal. Tenminste, althans voor een laser. Als jij een tegel gaat lezen, hoef je niet zo bang te zijn voor het feit dat die tegel in brand gaat vliegen. Dat zal niet gebeuren. Bij hout natuurlijk wel. Maar bij papier natuurlijk nog veel meer. Papier is erg licht ontvlambaar. En er zijn dan ook wel cases bekend. En dat is ook waarom ik gelijk aan het begin van de video daar een flinke waarschuwing over uitdeel. Er zijn absoluut wel zaken bekend van mensen bij wie het huis uiteindelijk de hens in is gegaan. Vanwege het feit dat ze zich niet realiseren als ze met bepaalde materialen aan de gang gaan. Wat dan de gevolgen zijn van met die materialen te werken. Nou, papier is zo'n voorbeeld, want papier is erg licht ontvlambaar. Dus als je een lage snelheid zou gebruiken, dus je zou zeg maar langzaam laseren met een hoge power, nou dan kan ik je één ding vertellen, dat de kans op een brand redelijk aanwezig is. Het vervelende van het verhaal is, er zijn best een heleboel video's te vinden op YouTube over het werken van een laser met papier. Zowel CO2-lasers als ook diode-lasers. Echt aan goede settings kom ik nog niet tegen. Ik kom verhalen tegen van 800 mm per minuut bij 100%. Nou, persoonlijk lijkt me dat extreem te gevaarlijk wat daar gebeurt. Want 800 mm per minuut, dat is niet zo snel. Als ik een afbeelding op hout laser, dan gebeurt dat vaker met 2000 mm per minuut. Dat is meer dan twee keer zo snel. En dan 100% power. Nou, ik laat mijn laser never nooit op 100% power draaien, want dat doet de levensduur van je laser ernstig verkorten. Goed. Wat moeten we dus gaan doen? We gaan met papier aan de gang. Ik heb daarvoor eens gekeken in wat ik allemaal aan papier heb liggen. Want dat is in de loop der jaren verzamel je ook van alles en nog wat aan papier. Even uit mijn hoofd. Normaal printerpapier is ongeveer 80 grams. Dit is 120 grams. Dus het is de helft dikker, zeg maar. Dus dit hangt al een beetje tegen kartonnerig aan, zeg maar. En dat ga ik laseren. Het is rood, ja, dat is toevallig omdat ik dat toevallig heb liggen. Dat is even de achtergrond daarvan. Je kunt je ook afvragen, van, wat moet je nou met papier dan? Wat wil je daar dan mee? Nou, daar zijn wel een aantal dingen die je daarmee kan doen. Laten we dat voorop stellen. Om te beginnen, stel je koopt bonbons en je wilt tijdens een feestje wat je geeft, dat bij iedere zitplaats aan je tafel er een mooi doosje staat met bonbons erin. Nou, dan kan je uit papier, CQ-karton, kan je die mooie doosjes maken. Ga er geen tekst op lezen, dat gaat hem niet worden, denk ik. Maar je kan wel dus met de laser die vorm uitsnijden. Een ander mooi voorbeeld is het maken van kaarten. Waarbij je een kartonnen achtergrond kunt gebruiken. En met papier, gekleurd papier bijvoorbeeld mooie vormen uit kunt snijden. En die daar dan op kunt plakken. En op die manier kaarten kunt maken. Wat voor mij zelf een hele interessante gebruiksvorm is, is dat je hier ook schablonen van kunt maken waarmee je zaken kunt beschilderen. We hebben een verhuurbedrijf. We hebben bijvoorbeeld een popcornkar. Die moet weer eens een keer gerenoveerd worden. Zulke dingen doe ik zelf. Maar dan moet je daar het woord, of een popcornkar, sorry, suikerspinkar. Maar dan moet je daar het woord suikerspin op. Nou, als ik dat uit de losse hand moet doen, ja, het staat er wel op om te zeggen dat het mooi is. Kijk, en daar kan je schablonen natuurlijk bij helpen. Want als je daar een heel mooi strak schabloon van maakt, elke letter een A4'tje, dan kan je natuurlijk heel erg strak
ook die tekst daarop schilderen. Nou, het zijn maar even een paar voorbeelden van wat je daarmee kunt. Daarmee kun je ook echt hele mooie vormen maken. Want ik heb echt video's gezien met vormen dat je denkt van wauw, niet te filmen, zo mooi. Nou goed, dat kun je er dus mee. Goed, wat moeten we nu gaan doen? Omdat ik dus geen enkele video heb gezien waarin echt met settings geschermd wordt. Want ja, hè, nogmaals, die 800 mm per minuut en 100% gaan die worden. We zullen moeten gaan experimenteren. En dat ga ik dan ook doen en ik ga echt aan de onderkant van het segment beginnen. Ik ga bijvoorbeeld, even uit mijn hoofd, ik zeg niet dat dat het wordt, maar ongeveer. Ik ga beginnen met 3000 mm per minuut bij 20% power. Kleine vormen, om te kijken wat er gebeurt. En dat heeft nog een extra voordeel. Het voordeel namelijk is dat we, waarschijnlijk dat zal niet werken. Dat is niet zo erg. Je kunt namelijk ook, en dat zie je vaak bij karton, dat als je karton wil vouwen, is dat daar een soort van markeerlijn op zit. En die markeerlijn is zeg maar een stuk dus ingekerfd, zeg maar. Dat is niet echt gesneden, maar er zit wel een soort van gravure in. En dat maakt de vouwlijn erg gemakkelijk. Nou, en dat kunnen we dus op die manier ook gaan ontdekken. We kunnen op die manier gaan ontdekken, vanaf welk moment begint iets te snijden. En vanaf welk moment kunnen wij een vouwlijn neer gaan zetten. En nou, dat gaan we doen. Ik ga beginnen, ik ga de zaken opstarten en dan ga ik je laten zien wat we gaan doen. Even een paar belangrijke thema's. Het eerste is, het is wel handig om niet op het hout rechtstreeks te laseren. Het schijnt namelijk zo te zijn, want heb ik ook wel gezien, dat aan de onderzijde van het papier er toch wat bruine brandvlekken ontstaan. Vandaar dat een honeycombbed wel een redelijke aangelegenheid is. Dit honeycombbed moet eigenlijk schoongemaakt worden. Heb ik niet gedaan. Dus dat daar misschien wat bruine gunkresten aan de onderzijde straks terechtkomen, dat zij zo. Tweede is, en dat zou ik ook gelijk dringend willen adviseren, is de air assist uit te zetten. Ja? Reden daarvoor is dat zeg maar, er ligt papier op, jij gaat nog eens een keer lucht eroverheen blazen, dat papier ligt niet stil, gaat vervolgens bewegen, brandgevaar, bovendien mislukkingsgevaar van het product. Ik ga dus dat vier hier opleggen. En ik ga de kleine vormen tekenen en dan ga ik dat vervolgens gebruiken. Wat we wel aan kunnen zetten overigens is gewoon de luchtafzuiging. Dat kunnen we wel gewoon doen en dat is misschien ook wel handig om te doen. Oké, we gaan dus beginnen met 3000 mm per minuut en 20% power. En we gaan kijken wat er gaat gebeuren. We gaan de job starten. Natuurlijk niet vergeten te focussen, dat heb ik gedaan. Air assist uit. Daar gaan we. Even kijken. Ja, en ik weet niet of je dat kan zien, maar je ziet de markering er al op. Maar als ik er met de vinger overheen ga, dan voel ik slechts een lichte indentie. Dus hij gaat slechts licht naar binnen. Dus we gaan een nieuwe poging wagen. We gaan een vierkantje wat naar rechts verplaatsen. Even kijken, zoiets. En we gaan nu naar 2500 met 20%. Daar gaat hij weer. Dit was natuurlijk niet zo'n slimme gedachte van mij. Al zien we wel nog steeds dezelfde afdruk. Want wat ik gedaan heb, is in feite het proces langzamer gemaakt. Nou ja, het is op zich nog niet eens zo dom natuurlijk. Het proces langzamer gemaakt, waardoor hij er langer overheen gaat. En de power hetzelfde gelaten. Oké, dan gaan we de power ook verhogen. We gaan de power naar 30% verhogen. Dus 2500 bij 30%. We gaan eerst de afbeelding weer iets verplaatsen. 2500 bij 30% gaan we doen. Even instellen. En daar gaat hij weer. Oké, power was al iets hoger. Weer het te laten zien. De rechter van de drie. Je ziet al iets meer brandmerk. Maar hij is er nog niet doorheen. En het is ook nog niet voldoende naar mijn mening om te kunnen vouwen, zeg maar. Dus we gaan nog meer doen. We gaan nu naar 2000 bij 30%. En als dat niet werkt, gaan we nog weer verder omhoog. Dus we gaan de afbeelding weer een stukje verplaatsen naar rechts. We zetten hem op 2000 mm per minuut.
Daar gaat hij weer. Oké. Hij is er in elk geval nog niet doorheen. Het is deze hier, waar ik naar mijn vinger op zit. Maar we voelen nu wel die lijn. En wat je ook ziet is het verhaal van de diodelasers. Ik heb dat wel eens verteld. Tot zeg maar, we hebben een rechthoekige laserstraal. Dat we zeg maar die snede veel meer op de horizontale lijn zien dan op de verticale lijn. Dus eigenlijk is dit ook nog niet vouwbaar. Wel vouwbaar over de horizontale lijn, maar niet over de verticale lijn. Dat betekent dat we de percentage met 10% gaan verhogen. We gaan opnieuw de afbeelding verschuiven. En dan gaan we hem 2000 mm per minuut bij 40%. Even kijken. Starten hem. Gaat ie. Oké. We beginnen nu ook aan de achterkant. Dit is de achterzijde van het papier. Dus wat je hier ziet. Je ziet hier dat die snijlijn, ik weet niet of het goed zichtbaar is, maar die snijlijn begint er doorheen te komen. En het grappige is dat dit wel de snijlijn is over de verticale lijn. Dus dit is een instelling die interessant is voor het vouwen straks. Misschien zelfs nog wel iets te veel, dus misschien dat die op 35% is. 2000 bij 35 voor het vouwen, voor de vouwlijn. Ja? Oké, maar we zijn er dus nog niet doorheen. En dat moeten we natuurlijk ook nog wel zien te realiseren. Dus ik noteer heel eventjes in mijn bibliotheek. Even kijken. Nou, dat doe ik eigenlijk straks wel even. Ik haal dat wel uit de video. We gaan hetzelfde object weer verschuiven. En nu gaan wij naar 1500 bij 40. Kijken of we er dan doorheen komen. Gaan we even proberen. Waar ben je? Laser. Zo. Oké. Je ziet de afdeling wordt steeds markanter waar mijn duim overheen zit hier. En als je op de achterzijde kijkt, dan zie je ook dat we er langzaam doorheen aan het raken zijn. We zien hier zeg maar al dat de verticale lijn, die is, ja, dat is lastig om te filmen, maar die is al gesneden. Maar we zijn er dus nog niet doorheen. Oké, dan moeten we even gaan kijken. We gaan opnieuw de afbeelding verschuiven. Ik denk dat we de snelheid niet gaan verhogen. We gaan het percentage naar 50% brengen. En daar gaan we nog een keer. En je ziet nu ook de rook eraf komen. Tenminste, ik zag dat. Of je dat op de video kunt zien, weet ik niet. Maar je zag de rook eraf komen. En we zijn er nu bijna doorheen. Even kijken, de duim weer. Dus deze hier. En we zien daar de snede al. En hier zien we eigenlijk het begin van die snede. Zie je dat? Oké. Gaan we de volgende poging. Het is steeds het dilemma, gaan we nou het tempo omhoog of gaan we de andere zaken omhoog? Ik denk dat we teruggaan naar 1200 mm per minuut. Want nogmaals, we moeten blijven denken aan het feit dat de zaak in brand zou kunnen vliegen. Hoppakee. Oké. Even kijken wat er nu gebeurt. Nou, dan kan je zeggen, ik ben er bijna door. Ja, en als ik naar de andere kant kijk, dan zie je dat ik met een beetje goede wil hem er al uit kan halen. Zie je dat? Ja. Alleen, dat wil je natuurlijk niet helemaal moeten doen. Zeker niet als het een moeilijk ontwerp is. Dat willen we niet. Dus we gaan nog een keer de afbeelding verschuiven. En ik denk dat we hem 5% meer gaan geven. Dus 1200 bij 55%. Even kijken. Gaan we nog een keer.
Ja, ik hoef nu bijna niks meer te doen voordat hij eruit valt. Ja? Daar hoef ik bijna niks meer voor te doen voordat hij eruit valt. Maar ik ben er nog niet, want ik moet nog steeds wel iets van druk uitoefenen. En dat wil ik natuurlijk niet hoeven doen. Dus wij gaan opnieuw de afbeelding verplaatsen. We gaan nu naar links. En ik denk dat we er, laten we er 60% van maken. Dit is denk ik wel zo'n beetje zijn limit, vermoed ik. Hoppakee. En nu valt hij er dus in feite zo uit. En je ziet door het honeycomb bed, want dat is deze afbeelding hier, we zien ook geen bruine brandvlekken eromheen. Eigenlijk hebben we dus nu een setting waarmee we kunnen werken. Kortom, 1200 mm per minuut bij 60% en dat voor een 15 watts laser. Ja? Dat is wat ik ga gebruiken. En ik moet nog heel even er even weer uithalen, maar dat ga ik op de andere computer zo meteen doen. Wat zijn, om die snijlijn, om die vouwlijn beter te maken, zeg maar. Ik ben zo bij je terug. We gaan natuurlijk een echt ontwerp maken. Ja? En dan gaan we kijken hoe dat uitsnijdt. Zo, lieve mensen, we zijn zover om iets te gaan maken. Ik ben naar de website amede.com gegaan. Dus www.amede is AMEEDE.com. En die hebben heel veel mooie snijontwerpen. En daar heb ik een snijontwerp gedownload en dat ga ik hier vandaag nu laseren. En we gaan zien wat daar uit gaat komen. Paar dingen nog. Ik heb net een stukje van de video teruggekeken. Een paar dingen die ik nog even moet zeggen. Het eerste is, hou in de gaten dat als je nu gewoon papier gaat gebruiken, dus 80 grams, dat je dan dus eerst weer zult moeten gaan testen met die snelheden en met die powers. En wees daarbij alsjeblieft conservatief. Ja, dus begin met hoge snelheden, lage powers, want anders veroorzaak je misschien een brand in jouw huis. Dat is één ding. Het tweede, ik vertelde dat mijn laser een rechthoekige laserstraal heeft. Dit geldt dus niet voor alle lasers. Dit zul je echt voor jouw laser moeten gaan nakijken hoe dat precies zit en dat soort dingen meer. Mijn Ortho Laser Master 2 15 watt die heeft een rechthoekige straal. En vandaar dat je een verschil ziet in de horizontale lijn en de verticale lijn. Ik heb de laser klaargezet op de settings zoals ik ze net uitgevonden had. Dus 1200 mm per minuut bij 60% power. En ik ga het project opstarten. Ik ga daar een stukje van op de video laten zien. En voor de rest zien jullie straks natuurlijk het resultaat. Inmiddels is die op 92% aanbeland en we zijn nog geen 4 minuten bezig. Dus 3 minuten en 49 seconden op dit moment. En we naderen eigenlijk al het einde van deze snijactie. Hij gaat nu de buitenlijn uitsnijden. Het is ook een ontwerp wat een beetje bij deze tijd past. Het is bijna Pasen, nou kun je het wel raaien. En hij is bijna klaar. En dat gaat hij binnen de 5 minuten dus doen. Als hij dit dus ook gaat doen, pas dan dus op. Dit was hem. Hij heeft er 4,5 minuten ongeveer over gedaan. We gaan even kijken hoe het eruit ziet. Dat is het lege ei. Nou, er moeten wat vormen uitgedrukt worden. Even doen. En dan zal ik je zo het resultaat even laten zien. Dit doe ik eventjes off camera, want het is flimsy. Ja, en zie hier het resultaat. Ik heb het even op een plaat gelegd, zodat je het wat beter kan zien. De plaat is niet helemaal schoon, maak je daar niet druk over. Het gaat meer erom dat je kunt zien
wat hij gemaakt heeft. En dit kan je natuurlijk eigenlijk never nooit met een schaar of met een mes zo mooi krijgen zoals je dat hier hebt. Nogmaals, als je hiermee aan de gang gaat, wees voorzichtig. Als het gaat om snelheden en power en met name vanwege brandgevaarlijkheid. Ik heb geconstateerd dat dit model bijvoorbeeld, we hebben 60% gebruikt, maar een paar procent meer zou misschien net nog iets beter zijn geweest, 62-63%. Waarom? Dan zou die waarschijnlijk al die kleine objectjes er zo uitgegooid hebben. Nu heb ik er even nog een heel klein beetje mee moeten pielen voordat ik ze eruit had, maar uiteindelijk zijn ze eruit gekomen. We zijn aan het eind gekomen van deze video. Hij is lang genoeg geworden, daar gaat het verder niet om. Maar het is natuurlijk wel een ontzettend mooi voorbeeld wat je allemaal met zo'n laser kan doen. In dit geval dus het laseren van papier en daar mooie vormen uit maken als schabloon, als wenskaarten maken. Bedenk het maar, uw fantasie is de grens. Ik hoop dat u het leuk vond. Tot de volgende keer. Dag.